Wim en zijn hondje Sammy zijn al 14 jaar dikke vrienden. Dat is lief hoor. Wim en Sammy hebben een hekel aan rotzooi op straat. En dus ruimt Wim altijd keurig de poep van zijn Malteser maatje op. In het zakje en daarna in de afvalbak. Goed zo. Dus wat dat betreft ben ik een nette burger en ik zorg altijd dat alles netjes opgeruimd is. En hij heeft nog nooit buiten het zakje gepoept? Nee hoor. Maar 2 weken geleden ging het gruwelijk mis. Net nadat Wim de grote boodschap van Sammy weer had opgeruimd, werd hij aangesproken door een controleur van de gemeente. Goeiedag. Toen zegt hij, meneer. Ik zeg, ja. Hij zegt, meneer, u hebt geen zakje bij je. Ik zeg, dat klopt. Daar krijgt u een bekeuring voor. €97, om precies te zijn. Ik vind het niet leuk, hè Sammy? Nee. Dat is lief, hè? Maar de ambtenaar bleef onverbiddelijk. En nu zit Wim, die moet rondkomen van een uitkering, met de gebakken peren. Zeg, Sammy kan er ook helemaal niks aan doen, hè? Sammy kan er helemaal niks aan doen. Want als die moet, dan moet hij. Als die moet, dan moet hij. In zijn algemeenheid is het zo dat in Nederland heel veel mensen last hebben van hondenpoep. Dat heel veel burgers ook hebben gevraagd om dat daarop te controleren. Dat doen we op verzoek van burgers. En dan gebeurt het dus ook wel eens dat de boetes worden uitgedeeld. En vervolgens kan je achteraf toetsen of dat juist is. Wim Nenders kan nog officieel bezwaar aantekenen tegen zijn boete. De gemeente heeft hem daarbij aangeboden om te helpen. En tot die tijd blijft het een heel duur hondenpoepzakje. Ja, is lief hoor. Kom maar.